En ik denk dat het leuk is als iedereen van ons twee of drie dingen verzint die hij elke dag filmt, dan wel vraagt. Ik zal er één vertellen die ik alvast heb. Ik wil elke dag wil ik één van jullie filmen en vragen: waar zijn we nu? En dat iemand gewoon een beschrijving geeft, kort even, van wat de plek is. Waar zijn we? We zijn nu op Le Vertige, waar we onze eerste optreden doen van de tour. Le Vertige is het natuurkampeerterrein, camping en chambre d'eau van onze vader Kees en zijn vrouw Gerda. Met het enthousiasme groter. Dat vond ik eigenlijk het leukste van het optreden. Dank u wel. Eten we vandaag? Ik weet nog niet wat we eten. Maar je zit nu te eten. Kijk, nu chips, ja. Wat eet je vanavond steeds? Een lekker hartige taart. Ja, salade. Waar zijn we? We zijn Poitiers, een hele oude stad. En hierboven zit de kroeg en we zitten in een kelder. 6 meter onder het straatoppervlak. Dat was het moment dat je echt vloog. Dat je gewoon een soort voelde dat je een beetje... Die shows zijn krek eender.
vanavond spelen, Steve? We spelen in een kapel, wat ik toch behoorlijk veel bekend vind lijken, in La Réole. Het is de kapel van het ziekenhuis. En supermooi. Goud. Veel goud. Schat, 65 mensen. Heb jij nog fouten gemaakt met dit optreden? Ik denk dat ik hier en daar wel één woordje ben vergeten of verkeerd heb gezongen. En hoe heb je dat dan opgelost? Nou, gewoon een klank uitgestoten die op een woord lijkt. Nou, wat is dat, Koes? Een soort grote courgette. Nee, grapje, grote pompoen. Merci. Goedemorgen, Arno. Lekker geslapen? Ja, zeker ja, lekker geslapen. Okay. Wat is het beste concert wat wij samen ooit gezien hebben? Voor jou het beste concert? Ik denk Bonnie Prins Billy. De Bonnie Prins Billy. Het muzikale hoogtepunt van gisteren in de kapel. Was voor mij Space Mountain. Ging heel goed, heel verstild en heel, daardoor heel krachtig. Dat is toevallig, dat vond ik dus ook. Platenzaak in Bordeaux met een heleboel platen, want het hoort bij een platenzaak. Ja, ik denk 25 mensen hebben we misschien. Okay. The sound of the thousand dead cars and grey woods of concrete. All kids die in long civil. Waar gaan we naartoe? Bij Jon, extra show ingelast. Vanwege groot succes. Ja, ik vond gisteren in Total Heaven vond ik wel het beste zelf als muziek maken. Dat je voelde dat het ritmisch in elkaar ging vallen. Dus de spanningsboog, het ritme, dat wordt nu echt een stuk beter. Dus daar heb ik erg van genoten. Platenzaak in Bayon. We staan voor de kerk. En we gaan nu even naar een andere platenzaak.
We hebben vandaag geen enkel interview gehad. Hoe is het dat ik dat ook? Er waren vanavond, denk ik, 15 luisterende mensen in de zaak. Ik vond zelf hyena's echt heel lekker gaan. Heel mooi, verstild, rustig. En usually I have to leave the house at 7:40 to be on time. Waar zijn we, Steef? Ouch. Osh. Ik ga lunchen onderweg. En ouch. Osh. Ouch. Heb je lekker gegeten, Arno? Ja. Ik zit wel vol, ik ben wel een beetje moe. Zo, waar zijn we, jongens? Steef, waar ben je? Loopt hij? We zijn hier in een hard rock, punk, metal, café, associatief. En dit is onze slaapkamer. Met allemaal hartjes op de muur. Want we houden heel veel van elkaar. En we zijn ook heel aardig voor elkaar. Dat is zo fijn. En met jou spelen als bassist is interessant. Nee, is wel lekker toch? Als je de nootjes een beetje in je broekzak houdt. Nou, het is bovenal een waar genoegen om jou te zien bewegen als je bas speelt. Dat doet me aan de vroege jaren 80 denken, een beetje een half later. Een beetje de golden earring. Nou, wat ik deze tour heel leuk vind is dat het slaat heel erg aan. Dat gun ik Stefan zeker. Gisteren bij ons optreden. 33. Ik was wel blij dat het ondanks de wat moeizame soundcheck en dat je dan opeens versterkt moet spelen als een rockband, dat het een aantal dingen eigenlijk heel goed gingen. Ik vond het leukste met het rockgeluid om Blue Diamonds te spelen. Sommige van die platen van de afbeelding, maar het meeste is verweerd. Stille omgang. En hier staat dus nog een stukje van de afbeelding. En Jezus condamné mor is van dood beschuldigd. Woonkamer in een buitenwijkje van Clermont. Er zit een hartige taart, maar dan heel plat. Ja, denk ik. Ja? Platte hartige taarten is.
speelden we in een huiskamer in Clermont-Ferrand voor, ik denk, een mannetje of 10. Maar het maakte niet, ja, het klinkt weinig, maar het maakte niet uit. Het was super gezellig. Alle 10 de mensen waren heel enthousiast. 3 cd's verkocht, €100 opgehaald met de hoed. Bizar. Dus nog steeds een groot succes. Gaan we vanavond spelen? In de Kolibri. Zeker. Wat zit je te eten, Stefan? Rijst. Van gisteren. Gaat alweer weg. Waar ga je naartoe? Nederland. Gezin. Is het klaar? Het is fini. Safini. Wat was de laatste noot? Wat was de laatste noot gisteren? B mineur. Hoeveel mensen waren er gisteren? Er waren gisteren 30 mensen. Ja. Goed bezocht. Wat was het hoogtepunt van de muzikaal gisteren? Oep, hij is niet scherp. Ga je scherp worden? Het hoogtepunt was alles. We zijn gewoon een hele goede band geworden. In 8 dagen. Echt waar. Dag lieverds. Doei.